gaan quizzen om te testen hoe goed jij je kennis paraat hebt over schandalen in de kunstwereld. En het allerbelangrijkste is dan dat jullie nu gaan staan, alstublieft. Marianne en ik laten lezen kunstwerken voor. En dan is de vraag aan u, is dit een echt kunstwerk of hebben Marianne en ik dat op een maandagmiddag bedacht? Als u denkt dat het een echt werk is, dan steekt uw hand omhoog. Als u denkt dat het nep is, dan houdt u uw hand naar beneden. Als u het goed hebt, mag u blijven staan. Als het fout hebt, mag u gaan zitten. En de gelukkige winnaar krijgt een dildo. Dus laten we beginnen. Kunstwerk 1. Je zet een Jezusbeeldje in een glas met je eigen plas en maakt er een foto van. Is dat echt of nep? Als je denkt dat het echt is, dus de hand in de lucht. Okay. En het antwoord is, Marianne? Het antwoord is, dit is echt. Dit is een echt kunstwerk. En ook nog een van de meest schandalige kunstwerken uit de recente geschiedenis. Dit is namelijk Piss Christ van André Serrano. En als je het niet weet, of als je de titel niet kent, denk je dat het gewoon best wel zo'n mooi beeldje is. En het wordt, ja, het heeft eigenlijk wel iets heel troostrijks, dat gouden licht. Maar het is dus pis. En dat veroorzaakt heel veel ophef. Mensen hebben het kapot gemaakt. En er moet altijd een bewaker bij op zaal wanneer het getoond wordt. En je kan het zien als je het graag wil in Brussel, want daar is nu een tentoonstelling van deze kunst. Nou, volgende vraag. Yes. Je laat kinderen van een chique boarding school aan één enorm borstbeeld kleien. Je verkoopt het en wordt aangeklaagd om kinderarbeid. Is dat echt of is dat nep? En het antwoord is, Marianne? Dit hebben wij lekker zelf verzonnen. Dit is nep. Ik ben er super trots op. Oké, de volgende. Je bindt een vrouw half naakt aan het kruis en overgiet haar met de ingewanden van dieren. Is dat echt of is dat nep? Ja, er gaan veel handjes omhoog. Ik hoor je, het zal wel echt zijn. Dat vind ik een compliment. Dan gaat het vanuit dat wij het dus niet kunnen bedenken. En het antwoord is? Dat is gelukkig ook waar. Dit is echt. Dit is een echt kunstwerk van Hermann Nietzsche. En hij hoorde bij groep Weens actionisten. En we hebben hier een stukje van het filmpje. En ik kan je vertellen, dit is echt nog het meest milde dat die hele groep deed. Want ze deden ook aan automutilatie en orgies en het slachten van dieren. En dit zag ik dus ook als student kunstgeschiedenis om 9 uur 's ochtends in de collegebanken. Het kwam een beetje hard aan. Maar waarom deden ze het eigenlijk? Ja, het was eigenlijk kritiek op de consumptiemaatschappij. Ja, oké. Okay. Natuurlijk. Ja. Ja. Oké, de volgende kunstwerk. Je breekt in bij een moskee en hangt afbeeldingen van de profeet Mohammed op. Een omgekeerde beeldenstorm. Is dat echt of is dat nep? Het antwoord is... Dit is nep. Deze hebben wij zelf verzonnen. Best wel, Het was ook zo nep dat jullie allemaal dachten, dat we bijna allemaal dachten. De volgende. Je gaat voor Courbet's Origine du Monde uit 1866, dat is dat beroemde schilderij van een vagina, zitten en toont je eigen vagina aan het publiek om de dubbele standaard ter discussie te stellen. Is dat echt of is dat nep? En het antwoord is, Marianne... Dit is echt gebeurd. Dit is een activistische kunstenaar uit Luxemburg... En zij is naar het museum gegaan. En ze heeft daar ook een mooi filmpje van gemaakt. Daar kunnen we even naar kijken. Let op de vrouw in het gouden jurkje. Daar hangt hij. En hop. Hoppa, daar gaat ze zitten. En dit filmpje duurt best lang. Het beveiligingspersoneel weet eigenlijk niet wat ze met haar aan moet. En het publiek ook niet. Die gaan soms klappen en die gaan soms gewoon voor haar staan en naar dat schilderij kijken. En ze doet dit wel vaker. Ze heeft het onlangs, een half jaar geleden, heeft ze het weer gedaan in hetzelfde museum, maar dan met een ander kunstwerk waar ze naakt voor ging liggen. Kortom, het is echt gebeurd. Ja, hier zijn ze oeuvre. Mijn ouders zijn er ook vanavond. Ik ben ontzettend blij om te zien dat mijn vader nog steeds in de race is voor de dildo. Ik hoop heel erg dat hij het volgende antwoord fout heeft.
Om een bijna doodervaring na te bootsen, neem je een heroïne-overdosis in een galerie. Medisch personeel houdt je in leven. Is dat echt of is dat nep? En het antwoord is... Dit is nep. Dit hebben wij zelf verzonnen. Volgens mij zijn er wel ziekere dingen gebeurd in de kunst, maar dit hebben wij... Dit volgens mij nog niet. Ja, ik sta hier weer een stuk ontspannen, maar mijn vader is afgevallen. We gaan door. Uit protest tegen de bullshit van de kunstwereld zit je 5 uur lang naakt op een wc. Bezoekers mogen plaatsnemen op de wc tegenover je. Is dat echt of is dat nep? En het antwoord is... Dit is echt. Ik vind het typisch zoiets wat wij hebben verzonnen. Maar dit is gebeurd door een kunstenaar, een Amerikaanse kunstenaar. En zij bedoelde eigenlijk specifiek de performance kunstenaar Marina Abramović, die hier zit zitten, die een hele lange performance deed, dat je tegenover haar kon gaan zitten. En zij vond dat zo'n bullshit dat ze besloot, oké, dan ga ik in mijn naki zitten en dan mogen mensen ook op een wc tegenover mij komen zitten. Want dit slaat gewoon echt alles. Alle kenners van vanavond, de 4 gasten, zijn net in 1 klap uitgevallen. Ja. We gaan door. Je geeft een vriend een geweer en vraagt of hij je door je arm schiet in een galerie. Is dat echt of is dat nep? Met hoeveel zijn we nog? Wie is er nog in de race? Oké, misschien kun je even de mensen die nog in de race zijn op het podium komen. Dan hebben we een beter overzicht van wie hier de schandaal in de kunst echt heel goed kent. Dus kom vooral even op het podium staan. En die krijgen ook een applaus. Nou, er zijn nog 3 mensen over. Dan moet je even hier naartoe komen. Heb je dildo-vrees? Oké. Dit is een van de laatste vragen. Denk je dat het echt of nep is, dat van dat schieten? Als je hem gewoon weer met gebaren uit kunt beelden. Dus jullie denken dat het nep is. Jij denkt dat het echt is. Wat denk jij? Nep. Nou, dat komt goed uit. Nep. Want het is hartstikke echt. Ah. Laten we, voordat je de dildo in ontvangst neemt, nog even kijken naar het filmpje van dit kunstwerk. Ja, deze man, als we even een slide door kunnen klikken, die heeft ook nog, wel ook nog deze vraag, maar die gaan we niet meer gebruiken. Je laat je kruisigen op een Harley Davidson. Dan hadden we zo'n grapje bedacht, dat is dan nep. We gezegd, nee, want wie verzint nou zoiets? Nou ja, die man dus, want het was niet op een Harley Davidson, maar op een Beetle. Dus hij heeft een heel bijzonder oeuvre. Ik ga heel even vragen hoe je heet. Hallo. Hallo. Hoe heet je? Mijn naam is Karen de Heer. Oké. Okay. Nou, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd.